Hey Celebration Church familie, wat gaaf dat jullie kijken naar deze video. Dat betekent dat jullie meedoen aan het 21 dagen bidden en vasten. Wij doen zelf voor de derde keer mee en hebben dat iedere keer als heel gezegend ervaren. We merken dat we zelf doorgevoed worden en opgebouwd worden. En onze kinderen ook, die hebben ook de afgelopen drie keer meegedaan. En als kerk heeft het ons ook zeer gezegend. En dat is een van de redenen waarom wij deze video opnemen. Om samen extra door het woord van God te kunnen spitten en te kijken wat Hij ons duidelijk wil maken in deze periode. Vandaag mogen wij het hebben over vergeving. Het is niet altijd een leuk onderwerp om over te hebben, omdat het soms best diepe wonden naar boven kan halen. Maar het is daarom des te belangrijker om het samen over te hebben met elkaar. Wat is vergeving en wat wil God en hoe wil God dat wij vergeven? Vergeving is volgens de algemene opvatting het iemand niet meer kwalijk nemen van een ernstige daad. En deze daad overtreft het gewone en is iets waar, sorry zeggen, niet voldoende voor is. En vergeven, dus het iemand niet meer kwalijk nemen van een ernstige daad, is een van de moeilijkste dingen die er is om te doen. En we kunnen het vaak wel zeggen, ik vergeef je, maar in ons hart doen we dat niet altijd. We kennen wel de uitdrukking, denk ik, ik vergeef wel, maar ik vergeet niet. En tuurlijk is het moeilijk om bepaalde herinneringen uit je gedachten te wissen. Maar wat mensen hier bewust of onbewust mee zeggen en mee bedoelen, is dat er wel iets is veranderd in de relatie. Of dat nou een vriendschappelijke relatie is, of tussen familie of een partner. Het is niet meer hetzelfde zoals voor de ernstige daad. Dat is eigenlijk wat we ermee zeggen. En is dat wel volledig vergeven? En kunnen we dat wel echt? Misschien kan je een moment nemen om over de volgende vraag na te denken. Heb jij wel eens iemand vergeven? En hoe ging dat dan? Als ooit iemand jou om vergeving heeft gevraagd en jij hebt het dan geschonken, voelde je je daarna opgelucht? Of voelde je geen negativiteit meer tegenover die persoon? Is dat niet haast onmogelijk om te doen voor ons? Een klein voorbeeld, als iemand jou om vergeving vraagt en jij vergeeft die persoon. En een tijdje later zegt die persoon iets naars of doet iets wat jou weer terugbrengt naar die periode. En dat gevoel kruipt weer omhoog. De pijn of de boosheid. Wat zorgt dat jouw gedrag verandert tegenover die persoon. Heb je dan wel echt vergeven? Nogmaals, kunnen wij wel echt vergeven? Zoals God dat deed en nog steeds doet? In Jesaja 43, vers 25, zegt God dit tegen het volk van Israël. Ik ben het die uw overtredingen uitdeelt omwille van mijzelf. En aan uw zonde denk ik niet. Hij denkt dus niet meer aan onze zonde. Als we het hoofdstuk helemaal lezen, dan zien we dat Israël niet eens om vergeving heeft gevraagd hier. Maar hij geeft het gewoon, dus zonder dat ze om vergeving hebben gevraagd. En dan kunnen wij denken, oké, als iemand mij een keer iets aandoet, dan zal ik diegene proberen te vergeven zoals God dat van ons vraagt. Ik zal het wel een keertje doen. Maar wacht, weet je, is dat één keer? Vraagt God ons één keer te vergeven of meerdere keren? Hoeveel keer zouden we diegene moeten vergeven? Matteüs 18 vers 21 en 22 geeft hierop antwoord. Want Petrus vraagt aan Jezus, Heere, hoeveel keer zou mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? En Jezus zei dat tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal, 7 maal. Als ik dit lees, dan denk ik, wat zou Petrus gedacht hebben nadat Jezus hem dit vage antwoord gaf? Moeten wij onze naasten zo vaak vergeven, 490 keer? Of dacht hij juist, wat gek dat Jezus ons een limiet geeft? Terwijl hij zelf altijd zo vergevingsgezind overkomt, zo oneindig. Moeten wij onze naasten echt maar 490 keer vergeven dan? Op zijlacht.nl staat een stukje over die 7 maal 70 keer. Wat ik zelf een leuke manier vind om deze rekensom te proberen te bevatten. Er staat, het getal 7 is in de Bijbel het getal van volheid. Door de 7 ook nog eens 70 keer te doen, wordt er een beeld van oneindig gecreëerd. Vergeven zoals Jezus betekent oneindig vergeven. Net als Jezus jou oneindig vergeeft, betekent het ook dat je de keuze maakt om zelf te vergeven.
los van wat iemand gedaan heeft. Ja, zo vergeeft Jezus. Zonder grenzen, zonder twijfel, zonder erop terug te komen. Oneindig vaak. En hij gooit het achter zich en denkt er niet meer aan. En helaas kunnen wij dat niet. Het is voor ons gewoon onmogelijk om op die manier te vergeven. En daar hebben we God behulp bij nodig. Gods hulp bij nodig. We hebben Jezus nodig om ons te laten zien hoe we dit kunnen doen. En Colossenses 3 vers 13 zegt... Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Hij is het die ons heeft vergeven en zal blijven vergeven. En ons de kracht geeft om een ander ook te vergeven zoals hij het heeft gedaan. Wanneer we dit doen op deze manier, valt er niet alleen een last van onze schouders af, maar ook van de ander die wij vergeven. Wij zetten ze vrij om verder te gaan met hun leven zonder een ketting van misschien schuld of schaamte. En soms zal de andere persoon niet eens sorry zeggen. Net als dat Israël God ook niet om vergeving vroeg. Maar dan moeten we het ze toch vergeven. Dat deed God ook. Dus hij liet het voorbeeld, hij gaf het voorbeeld dat wij mogen volgen. Een kort voorbeeld dat ik wil geven. Als het gaat om vergeven en de greep die het heeft als je niet vergeeft. Is in mijn honkbalcarrière dat ik andere spelers niet zo erg mocht, zeg maar. Ik vond dat hij heel onsportief was en hij viel me vaak ook persoonlijk aan door bijvoorbeeld met kwetsende opmerkingen te komen richting mij. Over mijn geloof of over mijn ouders bijvoorbeeld. En ja, hierdoor ging ik echt met minder plezier naar een wedstrijd toe als ik wist dat ik tegen hem moest spelen. Ik had dan ook bepaalde, ik wil niet zeggen haat, maar wel gewoon van die vervelende jongen die ga ik weer zien. En het veranderde echt mijn gemoedsgesteldheid daardoor. Doordat ik onbewust hier ruimte voor gaf eigenlijk. En tot op het moment dat God tot me sprak en zei van, je moet hem gaan vergeven. En dit heeft wel moeite gekost, dit heeft ook wel even tijd gekost. Maar op het moment dat ik dat deed, vanaf dat moment veranderde mijn houding waarmee ik naar het veld ging. En was ik daarvan vrij, zeg maar. Hopelijk hebben wij jullie hiermee kunnen bemoedigen. Ons gebed is dat als jullie ooit in zo'n situatie terechtkomen, of misschien zit je er al in, waarin vergeving nodig is, dat jullie God hierin zullen zoeken en hem vragen jullie te helpen met het vergeven. Het vergeven zoals Jezus dat doet. Wij wensen jullie heel veel succes tijdens deze vaste periode. Hou vol, hè? Kom op!